Koen, eerst Amstel Gold. Komen er nog een beetje zenuwen bij kijken? Ja, een beetje wel. Het is natuurlijk wel leuk om hier nu voor eigen publiek een keer te fietsen. En dan een grote koers van Nederland, dat is wel speciaal. Dus er komen zeker wat zenuwen bij. Wat verwacht je ervan? Ja, zware koers. Echt een lastig parcours, draaien, keren. Ik ben net terug van hoogte, dus niet het idee hoe ik ervoor sta. Maar nou ja, we gaan het zien. Je komt net terug van hoogte, je woont tegenwoordig ook in Spanje. Het is vandaag ook een beetje Spaans weer, hè? Ja, klopt. Ja, het is lekker weer. Het is ideaal om in te koersen en het gaat wel een mooie dag worden, denk ik. Wat kunnen we van jou wel verwachten? Misschien hoop ik stiekem dat ik mee kan zitten met een mooie groep, als er een grote groep wat wegrijdt. En anders moet ik Wout van Aert helpen om op de Kruisbergen vooraan op te draaien. Ik zag wel, je hebt al flink wat support mee, dus daar kan het niet aan liggen. Nee, precies wat ik zeg. Ik rijd niet zo vaak in Nederland en als ik dan een keer hier rijd, dan komen natuurlijk wel wat familie en vrienden langs. Tot slot, als we het over Achterhoek succes hebben, moeten we niet hebben van de Graafschap. Dus jij en Geesink moeten het maar doen dit weekend. Ja, dan ben ik bang dat Geesink het moet gaan doen, maar we gaan ons best doen en het gaat wel goed komen. Ja.